Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Wij zijn vandaag aan het begin van het groeiseizoen van de spruiten. Mijn naam is Victor, achter camera zit Gerard en wij gaan vandaag spruiten planten. Biologische fruitjes planten. Oké. Okay. En wat voor machine doe je dan? Met een echte Ferrari. Een echte Ferrari. Ja. Hoeveel spruitjeplantjes staan er eigenlijk op een hectare? Tussen de 30.000 en de 35.000. Dat verschilt van de afstand van de planten natuurlijk. Oké, okay. Ja. Maar gemiddeld ongeveer 33.000 per hectare. Oké. Okay. We hebben de machine net volgeladen voor 1 hectare, plus minus. Oké. Okay. Je zit met 4 man hier op de spruitplanten. En zelf rij je ook mee. Je hebt eigenlijk twee functies, want je bent zowel planter als chauffeur, had ik al begrepen. De een zit gewoon thuis draaien op GPS en Facebook en de ander zit zelf gewoon te spruitplanten. Wat voor diep worden deze struitjes geplant? Deze worden net op de vaste grond gezet met de onderkant van het worteltje. Okay. Dus we maken ongeveer een centimeter of 7, 8 de grond los. Ja. En dan zetten we het onderkant van het plantje. Is de bedoeling dat die op de vaste grond komt te staan? Oké. Okay. Ja. Dat is ook nog een beetje vochtig die plantjes. We maken ze thuis helemaal vochtig. Ja. Dat ze allemaal hetzelfde gewicht plus minus hebben voor de valsnelheid naar beneden. Oké. Okay. Oh, natuurlijk, ja. Ja. En ze kunnen een paar dagen drinken. Vond je dit filmpje van de boeren Ferrari ook hartstikke leuk? Geef me even een dikke duim en de reactie hieronder. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe video op agritrader.tv. Vergeet vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. agritrader.tv. Ik zou zeggen, tot volgende week. Ik vind dit trouwens ook wel een bijzonder moment, Kikke. Het is? Nou, ik sta hier een beetje relaxed. En, ja. en jij loopt. Dat is ook voor het eerst. Ja, 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 gewoon lekker een dakje boven je hoofd staat. Ja, dat valt me wel.